Zonnetje scheen, wij naar het park gereden en nu hebben we dit. Goedemorgen, het is zaterdag, in de laatste dag van de schoolvakantie. Dus dat weet ik niet, we hebben echt ook heel lang op bed gelegen, heerlijk. Ik ben wel aangekleed ondertussen. Ik heb deze top aan van Selected Femme. De broek met de bies van Maison & Scott. Mijn doenlaarsjes. En ik heb wat heel leuk nieuws. Ik heb een kettingje van Anna en Nina. Even kijken of ik hem laat zien. Die moet ik nog omdoen, die lag nog beneden. Dat is dit hele leuke kettingje. Kijken of ik het scherp krijg. Die heb ik nieuw. Ik ga even kijken of ik hem krijg. Of dat zo lukt. Dan kan ik hem laten zien. Ah ja. Okay. Dus dit kettingetje. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Die vind ik heel erg mooi. En mijn kledingmodemeisje, zelf benoemd, die komt beneden. Oh, ja, echt hoor. Kijk nou. We gaan zo even, als het droog wordt, gaan we naar het park bij de Schotse Hooglanders. Dat is wel heel erg leuk. Dus hopen dat het zo stopt met regenen, want het betrekt nu gelijk helemaal. En als dat zo is, gaan we zo even de deur uit. Zonnetje scheen, wij naar het park gereden en nu hebben we dit. Het zou volgens Buienradar en Weather Online zou het droog zijn nu. Nu zitten we hier dus in de auto te chillen. Ik denk dat we gewoon lekker terug gaan. Nou, ik ga nog heel even kijken of ze zeggen dat het zo droog is. Dan zijn we dus voor niks heen gereden, want ik heb echt geen zin om in de regen, zeker in dit soort regen, door een park te gaan lopen. Kijken wat die zegt. Zie je, het zou hier droog moeten zijn, voorlopig, volgens deze. In de aankomende 2 uur zou het ook terug moeten zijn. En volgens de andere app zou het nu droog moeten zijn. Nou, lang leven de apps. Die werken dus niet. Dus, nou, even een paar minuutjes kijken wat het doet. En dan gaan we weer naar huis. Dan zijn we niks. Gaan we ook lekker chillen nu. Chillen, 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 chillen. Ik ben erbij. Chillen met die billen. Nee. In de wei? Nee, juist niet in de wei. Jawel, in de wei. Nee, daar is het zo nat nu. Nee, ja. Het is wel hilarisch, we zitten dus nog steeds in de auto, maar we zien de hele tijd mensen voorbij komen in de regen. Dus ze hebben niks, zijn ze aan het uitlachen. Het is echt heel erg. Maar ze worden helemaal doorweekt, om het heel netjes te zeggen. Ik wilde iets anders zeggen. Oh, zit je mijn haar te doen. En het wachten loont gewoon, want kijk, we zien de wolken gewoon wegtrekken. Het gaat heel langzaam, maar er komt een hele mooie blauwe lucht aan nu. Ja, het is gewoon stralend weer nu. En we gaan nu de Wiebelbrug oversteken. Dit is echt zo. Kom maar, kom lopen. Die hele brug gaat heen en weer als je erover loopt. Echt grappig. Kijk hè. Stop. Oh, stop. Ik weet niet of je het ziet. Die brug gaat echt verkeerd. Het is echt grappig. Dus ze vindt het een beetje eng. Gaan we oversteken. Ik ga niet op die grote lopen. Oh, jij wil alleen op de plankjes staan. Dat is wel slim. We zijn er bijna. We zijn er bijna. Springen. Oep, dan ben je over de Wiebelbrug heen. We zijn op zoek naar de Schotse Hooglanders. Oh ja, we zien een reiger. Die is echt heel mooi. Kijken of ik hem... Kijken. Die zat net op de brug, maar die is gevlucht. Dit is een mooi beeld van de grond. Kikiek. We zijn al heel de tijd aan het lopen, maar we kunnen niet echt heel veel Schotse Hooglanders vinden. Het enige wat we vinden is Schotse Hooglanders. En echt een heleboel Schotse Hooglanders. Dus we gaan nog even
verder lopen en kijken of we ze zien. Nou, al drie kwartier aan het rondlopen, maar ik heb er een aantal gevonden. Sarah, die rent al gelijk erop af. Ik weet niet of je ze op het scherm ziet. Ze staan daar, zeg maar. Voel je wel, ze liggen. Ze liggen verstopt. Vind je het mooi? Nou kan je ze van best wel dichtbij zien. Kijk, en daar ligt er ook nog één, Sarah. Zie je het bij dat... Twee. Ja, en daar ligt er ook nog één. Kijk, ik zal even kijken of ik ze beter kan laten zien. Kijk, hij kijkt naar ons, Sarah. En daar ligt er ook nog één. Ze hebben er drie gevonden en ze liggen daar lekker rustig. Ze hebben het helemaal naar hun zin. Tussenin zit een babytje. Zit er een babytje? Waar zie jij die? Ik weet niet dat hij er ook voor nu. Hij zat er zo uit. Hij kon gewoon open. Nou, het was weer de sensatie van de dag. Een paar liggende, half slapende Schotse hooglanders. Drie! Ja, drie. Maar jij vond ze mooi. Dus we hebben het niet voor niets gedaan. En we gaan nu weer een heel stuk terugwandelen naar de auto. Maar we zijn echt kijk de lucht. Het net stortregende het en waaide het. Kijk naar die wolk. Het lijkt net op een olifant. Ja, ik zie het. Nee, maar bijna een beestje kop. Ja. Met dat kleine kopje waar ze ja. Van deze. Oh, mooi hè, de wolken altijd. Ja. Ik deed dat vroeger ook altijd, naar de wolken kijken. En dan vertellen waar het allemaal op leek, waar ik allemaal erin zag. Vond ik dat zo leuk om te doen? Oh, dit zie ik. Kijk, koeienvlaai. Koeienvlaai. Koeienvlaai, koeienvlaai. Dus, bij de auto gaan we lekker naar huis. Het is ook echt best koud. Nu valt het al even mee met het zonnetje, maar net als ik echt van al een dikste jas aan moeten doen. Ja, weer het koeienvlaai. Het ligt er echt vol mee. Het ligt met koeienvlaai de koeien. Heel schattig. Het zijn allemaal kleine kuikentjes. Kuikentje, kom. Hoe komt die eens daar? Hij gaat er onderdoor, zie je het? Kijk, naar de kuikjes ook onderdoor. Die kunnen het gewoon zo. Ja, die hoeven niet zo te bukken. En die ene denkt, hé, hey. Oh, hij heeft ze al gevonden. En Sarah ziet ook nog een eend met 8 kuikentjes. En die is ook al zo schattig. We zien meer kuikentjes dan Schotse hooglanders vandaag. Nou, hoe perfect hebben we dit getimed? Vanaf dezelfde plek komen nu de wolken weer over. We zijn echt op tijd binnen, want het hagelt nog gewoon buiten. En niet zo'n klein beetje ook. Kijk, het lijkt wel of het sneeuwt, maar het is echt gewoon keiharde hagel. Het is ondertussen bijna 8 uur en het is vandaag 4 mei. Dus ik heb Sarah al klaar voor de bedje. Die heeft de pyjama al aan. Is het 8 uur? Bijna. En we gaan nu samen even op de bank de dodenherdenking kijken. En 2 minuutjes stil. We hebben vandaag ook al gepraat over wat het allemaal inhoudt. Dus, en daarna gaat deze jonge dame naar bed, want ze is verder helemaal bed klaar. Maar het is een belangrijk iets, hè? Dus ik ga de camera wel even uitzetten, want ik vind het heel raar om te filmen als we 2 minuten stil zijn. Ik ga lekker mijn bedje in. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren. En natuurlijk een duimpje achter te laten. En zie ik je morgen. Doei!